Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda Wind Waker in HD. Yeah! In de vorige aflevering heb ik heel eventjes bewezen hoe dom dat de mens wel niet kan zijn, oftewel hoe dom ik wel niet kan zijn, door een heen en ander trace charge te zijn vergeten. Sorry daarvoor. Maar goed, in deze aflevering gaan we daar vrolijk mee verder. Nou ja, wat je vrolijk noemt. We staan hier op Private Oasis, ons eiland waar we een Trifle Shard hebben gevonden. En wat we hier moeten doen is, we willen hier eigenlijk, zeg maar, volgens mij was het achterlangs. Volgens mij had je ook de hookshot nodig. Even kijken hoor. Jij hebt de hookshot voor nodig. Want je wil hier namelijk naar die boom toe. Link mag de boom in. Oké, nou, kom op. Kom op. Moet ik nou echt serieus op dat plateau staan? Really game? Zijn we zo vriendelijk weer? Wat zijn we toch weer lollig bezig, spel. Oh, echt. Oké, nou, dan ga ik opstaan. Pak de hookshot. Hoppakee. Want als we hier namelijk naar boven toe gaan, dan staat hier nog een kistje die ik helemaal vergeten ben. Heel erg makkelijk kistje. Deze duurt niet zo lang. Godzijdank. Dus... dit is Treasure Chart nummer 27. Treasure Chart nummer 27 bevat weer 200 rubies. Yay! Het volgende eiland waar we naartoe moeten gaan is Southern Fairy Island. Maar ja, daar ken ik gewoon zelf heel erg makkelijk naartoe te gaan. Dus wat ik ga doen is, ik ga heel eventjes de kaarten die we nou weer hebben opgehaald, ga ik heel eventjes openen. Zo, die is weer open. En dan gaan wij gelijk naar Southern Fairy Island. Southern Fairy Island is heel dichtbij. Het is zelfs nog makkelijker dan dat ik had gezegd. We hoeven er nog niet eens naartoe te zeilen. Het enige wat we hoeven te doen is eigenlijk gewoon een liedje weer te spelen. En hopelijk doe ik het in één keer goed. Ik weet niet, ik heb iets met de windweker. Ik ken dat gewoon niet. Oké, ja, ik kon er ook naartoe zeilen, maar ik ben lui. Nou, normaal gesproken verwacht je op een Fairy Island, daar verwacht je geen treasure chart op. Dus... waarom zou daar een kistje zitten? Waarom zou daar een treasure chart zitten? Iets in die trend. Nou, wat hier dus zeg maar de bedoeling is we gaan ook niet naar het eiland toe. Maar dan moeten hier plateautjes in de buurt zitten. En daar dus. En daar moeten wij heel eventjes naartoe om heel even daar de boel te bombarderen. En dan zou hier een kistje voor ons zou gaan zitten. Dus even kijken, waar zit hier de ladder? Die zit hier. Oké, daar ben ik heel erg blij mee. Oké, dus makkelijker kan niet. Kom maar. Items. Bombardementen. Wordt hier flink afgeschoten. Hallo. Laat me even rustig klimmen, ja? Laat me even rustig klimmen. Zo, die kan echt goed schieten. Auw! Moest die laatste nou raak zijn? Dat is gemeen. Dat is flame. Oké, nou, ondertussen bombarderen ik hier heel even dat. Slaat jou heel even naar zo'n grootje. Oh, blijf eens even bij die bom staan. Ah, hij liep... hey! Ik ben deze gast al eventjes aan het bombarderen of aan het slopen, ja? Damn, die kunnen goed richten. Damn. Oké, nou, zit er hier een onder? Nee. Hier dan? Ja. Er zit er nog eentje. Hier. Top. Boom. Oké, eerste kistje dat verschijnt daar. Is dat al ons kistje? Ja, dat is ons kistje al. Oké, ja, er zit daar nog een derde plateau, maar daar hoeven we dus eigenlijk niet naartoe. De enige manier om daar op dat plateau te komen, dat is weer om daar naartoe te gliden. Even wachten, wat is de windrichting? Ik wil even weten wat de windrichting is. Oost, oké. Items, decolie. Geen bommen naar me schieten, dank je. Oké. Zo, dat was eigenlijk niet echt nodig geweest, maar ik doe dat toch. Just in case, voor de zekerheid. Logica is mijn broodje gezond verstand. En dan springen we eventjes die kant op. Hallo, ik kom even bom droppen. Ha, vat je hem? Want ik drop hier bommen op dit plateau als ik daar de tas wil hebben. Jullie zijn irritant, dus daarom sla ik jullie het helemaal even van het plateau af. Het is mijn plateau. Mijn wereld. Quote van Shawnee, ik kom niet later. Oké, dus als we dit kistje openen. De rest hoeven we eigenlijk niet openen, want dan zijn we van die rotzooi dingen. Maar als we deze openen, dan krijgen we... een treasure chart, nummertje 40. En deze die is ook 200 rubies. Nou ja, als je dacht dat het erger kon, ja dat kan. Dus dan kunnen we hier weer verder weg en dan gaan we naar Horseshoe Island. Zo, ik bleef lang onder water. Dus ik zie jullie bij Horseshoe Island die volgens mij... nee, dat is Diamond Steppen. Waar zit Horseshoe Island? Ik zie jullie bij Horseshoe Island. Oké, daar hebben we Horseshoe Island. En hoezo heb ik hier dan een treasure chart gemist? Ik heb ze hier toch allebei gepakt? Horseshoe Island.
Huh. Heb ik nou weer een foutje gemaakt in mijn notities? Oh nee, moet ik echt... Ik ga heel eventjes kijken of ik dadelijk weer een fout maak. Even wachten hoor. Want volgens mijn kaart is dit... Treasure chart nummer 43. Nou, die heb ik nog niet. Die plateautjes in de buurt dan of zo. Wacht even. Wacht even. Volgens mij is het niet op het eiland zelf. Want ik heb al op het eiland twee treasure charts gevonden. Is dit dan een eiland waar je dan drie van die gekke dingen kan halen? We gaan gewoon hier eventjes naar deze plateaus toe. We gaan gewoon kijken wat we hier dus kunnen vinden. Dus, hallo? Ik neem aan dat ik hier een treasure chart kan halen dan. Of ik heb gewoon het, verkeerd opgeschreven. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik ga heel even kijken. Ik neem jullie gewoon even mee. Een beetje... Ja, dat is dus het nadeel. Als je weet welke treasure chart je nodig hebt voor Pieces of Hearts en alles. En je gaat niet echt voor de rubies bij normale playthroughs. Die je normaal gesproken zeg maar alleen speelt. Vogel, echt serieus. Als ik daar naar beneden was gevallen. Dan had ik je kapot geslagen. Oké, dat was grappig. Dan had ik je kapot geslagen. Nu laat ik je nog heel even leven. Oké. Dat was heel even. Ja, vallen! Vallen! Sterf. Val. Ah, je klimt daar doorheen. Jij cheat. Jij gebruikt no-clip. Voor de mensen die niet weten wat een no-clip is. No-clip is een soort van... Ja, cheat zeg maar die heel vaak gebruikt wordt bij sommige spellen. Oké, nou dat is niet het kistje wat we zochten. Dus ik ga gewoon hier ook heel eventjes alles bombarderen. Just in case, om even... Just in case om even zeker van te zijn dat we dus zeg maar niks overslaan. Deze moet kapot. Deze moet kapot. Oh, hier zat niks. Laten we bommen verpesten. Waarom ook niet? Oké, hier zit wel één. Kom maar op, plof. Boom. Krijgen we daar iets voor? Nee? Oké, dan gaan we eens naar een ander eiland. Daar zit ook nog het een en ander. Echt, ik weet ook zeker dat hier nog een treasure chart zit. Maar ja, aan de andere kant... of ik heb dadelijk per ongeluk gelezen van... Want ja, ik heb heel eventjes opgezocht waar dat deze treasure charts zich verborgen zaten. Anders had ik me eigenlijk helemaal suf te zoeken. En dan zou deze aflevering waarschijnlijk... Of dan zal deze let's play waarschijnlijk iets van 100 parts zijn. En daar zitten we allemaal niet op te wachten. Waag het in! Vogel, wij hebben problemen. Ik zeg het niet graag, maar wij hebben nu grote problemen. Oké, nou. Laat me klimmen. Ik ben er. Sterf! En jij ook! Jij miblin! Krijg een hoekshot in je neus! Oh ja, en daarna gaan we weer rustig zitten. Hey, val. Oké, wat krijgen we hier dan? Oh. Als we dus eerst naar dit plateau waren gegaan en tegenovergestelde van dat andere plateau, dan hadden we dit plateau niet eens hoeven te doen, weet ik het allemaal nog meer. Goed dan. Ik ga een kistje... Oké, ik zal een kistje openen. Ik bedoel, we hebben nou toch die moeite gedaan, waarom... Hallo? Sta je rustig te verzuipen, ja? Echt, ik ben echt slim bezig. Echt, dit is... Ja, joy. Fun, zeiden ze. Geweldig. Oh. Al moet ik wel zeggen, volgens mij hebben ze ook extra kistjes of extra charts erin geplaatst. Yay, golden feather. Pointlessness is pointless. Yay. Oké, nou staat de wind op de goede richting. Nee, tuurlijk niet, want anders kon ik daar even naartoe glijden en hoef ik niet zoveel te zwemmen. Maar helaas, gelukkig staat niet aan mijn kant. Goed, nou. Dan gaan we maar eens heel eventjes kijken wat we hier kunnen doen. Nee, want in de GameCube-versie, daar had je dus 8 treasure charts. Dus ik weet niet, waren die treasure charts dan een beetje overeenlappend? Want je hebt maar 49 vakjes, 7 keer 7 is 49. En je hebt hier dus 46 treasure charts en 3 treasure charts. Dus, nou ja, ik weet niet. Dus misschien. Maar goed, als jullie dachten dat het niet erg kon met rewards. Ik heb hier nog niet eens een icoontje voor, zo waardeloos is het. Treasure chart 43 heeft een orange ruby. 100 rubies. Al die moeite voor een stink 100 rubies die je nooit nodig gaat hebben. Oh, echt veel te veel van die kaarten. Maar goed, zoals jullie zagen in dat onderste balkje, er is nog maar één kaart die we gaan doen. Dus ik zie jullie bij Starbelt Island. Yay! En hier zijn we dan aangekomen bij Starbelt Archipelago gebeuren. Weet ik het allemaal nog meer. Zoals jullie zien, er is hier weer alleen maar van die steen. En een treasure.
mensen, yay! Het leuke is, dat wou ik eigenlijk voor later bewaren, maar nou dat we hier toch zijn... Oh, zilver. Oh, serieus. Ja, ja, jullie zijn heel erg vervelend. Puur. Oh, twee met één klap. Dat is geweldig. Oké, nou, dit is treasure chart nummer. Moet ik heel eventjes nog even kijken. Dit gaat dadelijk allemaal een stuk sneller, hoor. Maak jullie daar absoluut geen zorgen over. Ik heb dat afgesproken met mijn manager. Die heeft gezegd van, luister, op het moment dat we dadelijk al die treasure charts nog gaan hebben, dan moet je gewoon een mooie, snelle montage van maken. Dus dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik hier al mijn charts door zit te bladeren, om te kijken waar dat ik in de buurt sta. Volgens mij was dit die 26... Ja hoor, dit is die 27. Oké. Okay. Dus dit is de laatste keer dat ik dit zo, zeg maar, een beetje slordig aanpak. Goed. Give it. Geef. Nou ja, 27 hebben we net gehaald bij de Uprivers Oasis, dus we weten al gelijk welke dat het is. Dit is 200 rubies, not big surprise. Damn. Drat. En double drat. Geweldig. Maar goed, we waren hier voor de laatste treasure chart en die zit dus niet, zeg maar, op dat, op dit eiland. Het zit op het vakje bij dit eiland. En natuurlijk gaat het nou weer mistig worden, waardoor dat we helemaal geen ene steek zien. Ik zag hem daar. Oké. Is dat, is, ja, dat is deze. En op dat plateau, daar kunnen we dus zeg maar onze laatste treasure chart vinden. Hooray! Oh, serieus. Oh, ik dacht al, dan kan ik de ladder niet aan omdat ik daar de boot precies ervoor heb gezet. Dat zou eigenlijk best wel hilarisch zijn geweest, want dan zou ik extra geragen, maar er zit niemand op te wachten. Goed, nou. Oké, we hebben een paar kanonnetjes. Geen vogel, geen vogel, geen vogel, geen vogel. Miblins! Mijn favoriete speelmaatjes om ze in elkaar te rammen. Waarom hebben jullie een schild? Dat is niet... Dat ben ik... Daar heb ik problemen. Probeer nou zomaar een karatentrap tegen mij te doen zonder mijn toestemming. Hier, ik sla je helemaal naar het water toe. Oh, de treasure chart staat er ook. Of die bombarderingen nog niet eens te bombarderen. Maar goed. Onze laatste en final treasure chart. Helaas niet spectaculair is deze. We hebben alle treasure charts! Alle 46 treasure charts zijn nu in ons bezit. Yes! Nou, eigenlijk alle 49 met de treasure charts meegerekend. Maar goed, in ieder geval treasure chart 44 met 100 rubies erin. Waardeloos dus. We hebben er helemaal geen ene zak aan. Nou, wat ik nu ga doen is... Ik heb nog wel een beetje tijd over. We zitten nog niet echt lang in deze aflevering. Dus om deze aflevering helemaal af te gaan sluiten... ga ik een montage maken van alle treasure charts die we dus nu gaan ophalen. Ik heb een heel klein minimapje zeg maar op mijn gamepad zitten... En die laat me dus precies zien welke treasure chart dat het is, zeg maar, waar dat we nog niks hebben. Want op elk vakje is er iets te halen. Dus ik begin gewoon bij de Forsaken Fortress en ga zo ritsrats overal langs. En vertel welke treasure chart dat het is en noem maar op. Dus, editor, succes met dit te gaan monteren, want dit ga je niet leuk vinden. Forsaken Fortress, treasure chart 25. Spannend! Yay! Treasure chart 24 op Northern Fairy Island. Kunnen we ook nog een piece of heart vinden? Dat zou fijn zijn. Treasure chart 42, Gill Island. Island. Oh, dat was een van die waardeloze. Joepie! Treasure chart nummer 13. Overlook Island. Dit is een treasure chart die hebben we gisteren gehaald, dus we weten wat dit is. Juist. Treasure chart 37. Fire Mountain. Maar dit deuntje al vervelend. Treasure chart nummer 3, Eastern Fairy Island. Heten jullie nog treasure chart 3 van de Forsaken Fortress? Dat is deze. Hoera, hoera.
WC-papierstukje 26 op Northern Trial Isle. Northern Trial Isle. Please give a piece of art. Nee, de octochart, whoop-de-doo. Kladblokstukje 29, Mother and Child Islands. Ik heb er echt zoveel fun mee. Yay. Treasure chart 41, Four-Eyed Reef. Juist. Treasure chart nummer 8, Western Fairy Island. Needle Rock Isle, nummertje 28. Stone Watcher Island. Geen treasure chart. Nee. Raad eens wat we hier vinden. Een Triforce Shard. Dit is alle 8 Triforces zijn nu compleet. Werd een keer tijd naar al die Robies. Ik kon geen Robies meer zien ondertussen. Dus we hebben nu de Triforce of Courage. Well done, Stefan. With the shards you have collected, the Triforce of Courage is now complete at last. So you must make haste for Hyrule quickly. Nee, ik heb nog meer kaarten te doen. Dus wij gaan even verder. Southern Trial Island. Shard 44. Southern Trial Island. Je snapt het heel wel. Yay. Treasure chart number 5. Dornt Fairy Island. Hey, daar ben ik blij om. Ik was bijna dood door al die explosies die ik ondertussen wel niet door ben gegaan. We hebben weer een piece of art. Yay! En dan komen we nu aan bij 4 op Southern Fairy Island. Mogen we nog een keer de liefde voelen? Ja! Treasure chart 16, Shark Island. Kunnen we de 3 in een row krijgen? 3 times in a row. Nou ja, we hebben gisteren gezien, dus dan weten we dat 16 niet goed is. 43, Outset Island. Jammer genoeg hebben we die gisteren ook gehaald. Of wat van vandaag? Nee, deze hebben we vandaag gehaald. Oh, nou ja, we hebben hem. Yay! Treasure chart 40, Headstone Island. Die we vandaag ook toevallig hebben gehaald. Nee, jawel. Jammer. Want alles wat we vandaag hebben gehaald is pointless. Treasure chart 15, Angler Island. Piece of art! Nog maar 5. Jongens. Zien jullie ook wat ik zie? Ik zie dat dit eiland ook nog niet geëxplored is, jongetjes. Ik zie dat met mijn goede ogen. Ik zie daar boven een kistje zitten en dat kistje nog niet geopend. En aangezien dat dit kistje nog niet geopend is, weet ik dat we dit eiland dus nog niet gedaan hebben. Dus ziet eventjes als een kleine break van alle treasure charts die we nou tot nu toe geopend hebben. Aangezien dat we ze allemaal bijna hebben. Is eigenlijk best wel goed. Want ik zat al eigenlijk een beetje te denken van we moeten er nog 5... En ik weet er nog, even kijken, 3. Dus op zich eigenlijk best wel goed dat we deze nog niet gedaan hebben. Want als het me niet vergis, in dit kistje zit een blue slime. Ik ga gewoon een pijl tegen zo de meter afschieten. Daar. Dus... Volgens mij hebben we die dungeon die daar zit ook nog niet eens gedaan. Dus dan ga ik heel even kijken of ik een goede windrichting heb. Het is oost. We gaan het gewoon doen. Het is probably een dom idee, maar dat maakt niet uit. Eventjes terug hier naartoe. Gaat het gewoon doen. Wee, ik drijf de verkeerde kant op.
dat we dit eiland helemaal nog niet onderzocht hebben. Zeg, daar sta ik van te kijken, jongens en meisjes. Dus... Oh ja, hier hadden we de Mirror Shield voor nodig. Nou weet ik het weer. Deze puzzel die is redelijk interessant. Ik moet zeggen, ik heb hier best wel veel moeite gehad de eerste keer toen ik deze puzzel ging doen. Maar deze puzzel is het volgens mij nog niet eens waard. Volgens mij is dat hier maar... Tenminste, ik dacht dat hier maar... Zie daar een kistje. Deze die moest je dan zo. En dan moest ik hem nog een keertje. Moest ik die er helemaal uittrekken? Even kijken. Nou, deze moest ik er helemaal uittrekken. Oké. Dat ik deze zo laat. Oh, wacht. Ik ken hem niet verder helemaal uit. Oh, wacht. Ja, als ik hem duw. Maar dat zou nogal pijnlijk zijn. Dus dat doen we maar niet. Volgens mij ken ik hem dan twee keer gewoon. Als ik hem dan zo pak. Dan moet ik hem ook nog een keer zo. Dan kon ik dit doen. Juist. En dan kon ik deze. Het is even puzzelen, maar... voice crack. Maar het is heel eventjes puzzelen, maar volgens mij... Als ik deze nou zo één keer naar achteren haal... En dan hier verder klim... En dan deze zo doe... Dan komen we hier bij de lichtstraal uit. Maar volgens mij was dit alleen maar voor rubies. Ik weet het niet zeker. Dat is nadeel. Kom maar. Oké. En go. Nou ja, het ziet eruit als een ruby kistje. Jammer genoeg. Ah, zilver ruby. Whoop-de-doo. Ik kan het nog niet eens meer dragen. Maar ja, als je hier dan in gaat, dan kom je automatisch weer bij een andere gang uit. Grappig. Weet je een beetje hoe dat die zombies daarmee werkte? Die zombies. Oh, mij nou! Het is zeker bijna de dag voor Halloween. Ik ga eventjes de laatste kaart heel eventjes pakken. Ik ben zo weer terug bij de volgende treasure map. Dingy. Treasure chart 17. Ice ring. Nou ja, 17 die hebben we gisteren gehaald. Dus dan weten we ook al gelijk wat daar weer uitkomt. Chart 32. Bowling course. Als het rubies zijn, hebben we er geen droom meer aan. Want we hebben maximale rubies. Wat ik nooit had verwacht eigenlijk in dit spel voor elkaar te krijgen. Nope, it's the Sea Heart Chart. Ook goed, denk ik. En de allerlaatste treasure chart is... Treasure chart 33 op Five Star Island. En please laat het een piece of heart zijn om een leuke afsluiting te maken. Please. Please. Yes! Een mooie afsluiting, een betere afsluiting. Ik kan niet, want dit bevestigt namelijk dat ik precies op het schema lig. En dat ik precies weet waar de laatste drie pieces of heart zijn. En dat ik dus niks meer hoef op te zoeken. En dat ik geen fouten meer heb gemaakt. Oh, ik ben hier zo blij mee. Sorry, ik heb al genoeg edits gehad. Ik ga deze aflevering afsluiten. En ik hoop jullie allemaal te zien. Ja, sorry, zonder selfie even. Sorry jongens, maar... Ik serieus, die montage die was verschrikkelijk. Oké, dus ik ga naar de Forest Haven alvast voor morgen. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. We hebben alle treasures uit gehad. We hebben alles opgevist. We hebben alles gewoon gehaald. We zitten een maximaal aantal hobby's. Morgen... Maak ik er een special weer van. Ook nog extra een lange aflevering. Omdat we dan met de twee grootste sidequests van de game gaan beginnen. Namelijk eentje voor een piece of heart. En eentje voor de overige twee pieces of hearts. En voor een heel erg douchey item. Dus ik hoop jullie dan te zien. Heb je het leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Vooral die editing moeilijk ofzo. En weet je wat? Om deze aflevering heel leuk af te sluiten. Ik had nog een goodie card gekregen. En ik wil weten wat ik krijg met die goodie card. Of die compliment ID of wat het dan ook was. Tingle! Geef mij iets. You want to use your complimentary ID card? Okay, here we go. You are so great, absolutely fantastic, incredible! And there you go. Isn't it nice to be complicated once in a while? Isn't it? Is it? Is it? Dat was alles. Tingle? Waarom noem ik je Tingle? Beetle? Ja! Ik wil wat bommetjes kopen. Mag ik een paar bommetjes? Dan zou ik op prijs stellen. Ja, dankjewel. Ik heb meer dan genoeg geld. Maakt niet uit. Dankjewel voor die bommetjes. En dankjewel voor dat lieve compliment.
Dus probeer me eigenlijk nou te vertellen dat al dat geld wat ik gespendeerd heb voor die 30 puntjes, dat jij daarmee gewoon hebt gezegd van, oh, laten we je daar een bonus mee geven. En dat ik nu zeg met die bonus, wat lief, dankjewel. Dankjewel dat ik mijn bommen bij je kon komen. Want die bommen, die ga ik gewoon allemaal tegen jou aanlopen schieten. Ik hoop jullie allemaal te zien morgen in de volgende aflevering van Let's Play Legend of Zelda de Windweker in HD. En ik ga heel dit bootje helemaal verrot schieten. Doei.